Lieve kijkers, in de video die hierna volgt laat ik je zien hoe ik verse kokosmelk uit een kokosnoot haal. Ik had er een beetje water toegevoegd, zodat het nog fijner kan worden. Het is al goed fijn genoeg, dus ik ga het nu zeven. En dat ga ik een paar keren doen. 2 tot 3 keer water aan toevoegen en zeven. En zo krijg ik de melk eruit.